In de tennisclub van Wanfersee-Bolet wordt de Ladies Open georganiseerd. Dit $15.000 toernooi is toe aan zijn zesde editie. C'est un tournoi international dans lequel nous avons des joueuses qui viennent de 21 pays. En fait, on a 21 nationalités. En fait, le but c'est qu'elles prennent des points pour pouvoir être sélectionnées au niveau de la WTA. Et au niveau de la WTA, ça leur permet de monter en ranking. De finale gaat tussen de Belgische Eline Boeikus en de Française Chloé Paquet. De Belgische begint het beste aan de partij. Al snel loopt ze uit tot 3-1. Maar Paquet herpakt zich en komt terug tot op 4-4. Maar dan gaan de hemelsluizen open en wordt het spel meer dan 2 uur lang onderbroken. Boeikus komt het beste uit de regenpauze. Ze pakt 2 games op rij en wint de eerste set met 6-4. In de tweede set gaat de 24-jarige Belgische door op haar elan. Met knap tennis staat ze al snel 4-2 voor. Bij Paquet is het beste eraf. De 21-jarige Française heeft duidelijk last van de weersomstandigheden. Boeikus wint de tweede set met 6-2. Voor het nummer 522 op de WTA-ranking is dit haar derde overwinning van het seizoen. Het is ook een 15.000, het is net iets hoger nog. En ja, het is fantastisch dat ik hier kan winnen voor de derde keer dit jaar. Allee, niet hier dan, maar en dat is echt super geweldig gevoel. Nadien is het echt, daarvoor doe je het dan natuurlijk, voor deze momenten. Maar de dag zelf, in het toernooi zelf, is natuurlijk wel even afzien natuurlijk. Maar nu maakt het eens zo mooi als je wint. De Ladies Open Bolet kent de verdiende winnares. Afspraak volgend jaar op de 7e editie. We are Tennis België, ook op Facebook, met BNP Paribas Fortis.